Er zijn ondertussen al 20 klassieke Pokémon die een Galarian vorm hebben gekregen. Maar wat is nou de allertofste Galarian vorm Pokémon? Oké, eigenlijk cheat ik een beetje, want de nummer 20 is nog niet helemaal bekend. En dat is Slowking. We weten dat er een Galarian vorm van Slowking komt, maar we hebben nog niet gezien hoe deze eruit ziet, want er is gekrast over zijn hoofd. Ondertussen hebben we Slowpoke en Slowbro wel gezien, maar Slowking is eigenlijk nog niet bekend. Dus voor nu staat deze nog op plek 20, maar waarschijnlijk gaat Slowking nog wel hoger eindigen. Op nummer 19, de Zen vorm van Darmanitan. Ik weet niet man, dit is een soort van sneeuwpop vorm van Darmanitan. En ik weet niet hoe pittig die penis die uit zijn hoofd... Penis? Take two. En ik weet niet hoe heet die wortel is die zijn neus voor moet stellen, maar die staat volledig in de fik. De zenvorm van Darmanitan roept zoveel vragen bij me op. Er gebeurt veel te veel, ik snap het niet. Het is raar man, oké, deze plek 19. Door naar nummer 18. En dat is Mr. Mime. Ik vind sowieso Mr. Mime al een beetje een vage Pokémon, maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik de vorm van Kanto eigenlijk leuker vind dan de vorm van Galar. Mr. Mime is een ijs- en een psychic type, dus dat is op zich best wel nice. Dat kan best wel chill zijn. Maar ik weet niet man, dan staat hij daar een beetje zo te tapdansen als een of ander houten poppetje of zo. Ik vind het originele idee van Mr. Mime gewoon veel toffer. En deze Mr. Mime voel ik gewoon niet zo. Het voelt als zo'n houten poppetje. Vroeger kon je van die Pinocchio houten poppen kopen. En daar lijkt deze Mr. Mime ook op. En ik vond die poppen niet cool. Dus ik vind Mr. Mime ook niet cool. Op 17 staat de normal vorm van Darmanitan. Ja, hij komt gewoon niet zo hoog. Dit is sowieso niet een van de allertofste Pokémon. En ook deze vormen die doen het gewoon niet. Ik vind het idee wel tof. Ze wilden een soort van gruwelijke yeti maken van deze Pokémon. En daar hou ik wel van. Ik hou ervan als ze zeg maar geschiedenis combineren met de Pokémon. Dus eigenlijk is het idee super tof van een verschrikkelijke sneeuwman. Alleen die uitwerking is gewoon niet nice. Als deze Pokémon van een berg afvalt, wat gebeurt er met deze Pokémon? Dat overleeft hij niet. Hij wordt gewoon een gigantische bal. Dus ja, idee een 9, uitvoering een 3. Op nummer 16, en deze doet wel een klein beetje pijn hoor. Galarian Rapidash. Ah, dit was zo'n tof idee. Een unicorn Pokémon. Ik vind Keldeo echt een hele leuke unicorn Pokémon. Maar dan heb je Rapidash en... Ik vind hem veel te vrouwelijk. Er is helemaal niks mis met vrouwelijk, maar ik denk dat er weinig mannen zijn die Galarian Rapidash verantwoord in hun team kunnen doen. Deze Pokémon had zoveel potentie, want Ponyta, spoiler alert, die vond ik wel heel vet. Op nummer 15, Darumaka. Ik vind dit wel gewoon een geinige Pokémon. Hier is hij nog een soort van blij ei, een schattig sneeuwwezentje. Als je een Darumaka ziet, dan wil je die geen eens battelen. Je wil hem gewoon oppakken en zo knuffelen. Het is wel een beetje een koude knuffel. Met een ijs-Pokémon. Maar ik weet niet, deze is wel leuk. We komen nu ook een beetje in het territorium van Galarian Forms die ik wel tof vind. Eigenlijk alles wat hieronder stond, die vond ik allemaal niet zo heel leuk. Op nummer 14, Galarian Weezing. Galarian Weezing heeft natuurlijk alles te maken met de industriële revolutie van Groot-Brittannië. En nogmaals, ik heb een zwak voor dit soort ideeën. Dingen die gebaseerd zijn op de geschiedenis. Heel veel mensen vinden Galarian Weezing maar stom, maar ik vind hem wel baas hoor. Met die hele hoge hoed, wat je ook veel zag in Groot-Brittannië. Dan hier vroeger. En hij heeft gewoon een soort van groene smok als snor. Ik vind het een heel cool concept. Ik denk niet dat ik hem heel snel in mijn team zou doen, maar Galarian Weezing vind ik wel echt gewoon een heel leuke Pokémon. Op nummer 13. En deze staat op nummer 13 omdat hij eigenlijk maar heel weinig verandering heeft ondergaan voor zijn Galarian vorm. En dat is Farfetch'd. Farfetch'd evolueert natuurlijk in Surfetch'd. En Surfetch'd vind ik misschien wel de tofste Pokémon uit Galar, maar die mag er niet in staan omdat Surfetch'd een hele nieuwe Pokémon is. Dat is geen oude Pokémon in een nieuwe vorm. Maar op nummer 13 staat dus Farfetch'd. En ik vind dit een hele vette Pokémon. Ik vond Farfetch'd vroeger al best wel een toffe Pokémon. Alleen er is zo weinig veranderd. Voor mijn gevoel heeft hij echt alleen maar een veel grotere prei gekregen. En hij kijkt misschien net even iets bozer dan vroeger. Eigenlijk hadden ze hem misschien een iets andere kleur moeten geven. Misschien had het bruin van zijn rug wel gewoon zwart moeten zijn. Dan was het meer duidelijk dat dit een nieuwe versie was. Maar goed, ik heb Farfetch'd en Galarian Surfetch'd allebei gebruikt in mijn playthroughs. Ik vind die heel cool. Op nummer 12, Yamask. Stiekem komt dit eigenlijk door de Pokémon waarin hij evolueert in Pokémon Sword and Shield, Runigurus. Ik vind die helemaal gestoord. Dat is zo'n duistere Pokémon, jongen. Ja man, ik vind dit tof. Dit is nice. Op nummer 11,
Stunfisk. Ook dit concept is weer geniaal. Vroeger vond ik Stunfisk een van de stomste Pokémon ooit gemaakt. Maar de Galarian vorm vind ik eigenlijk best wel cool, want dat is gewoon een soort van berenklauw. Hij heeft van die super scherpe tanden en als je er dus instapt, dan is het gewoon raar, dan pakt hij je been en dan ben je je been waarschijnlijk kwijt. Ja, misschien is dit toch niet zo'n hele toffe Pokémon. Op nummer 10, Slowpoke met zijn gouden kapsel. Nou ja, hij heeft niet echt een kapsel, de bovenkant van zijn hoofd is gewoon goud. Ik vraag me af, hè, in de DLC gaat Galarian Slowpoke soort van voorafgod worden omdat hij een goud hoofd heeft? Het lijkt net alsof dit zo'n heilige Pokémon wordt. En misschien dat de mensen straks hun handen zo op de hoofd van de Slowpoke moeten leggen en dat ze dan een bepaald gevoel krijgen van goddelijkheid of zo. Wat zal het zijn en wie zou het zeggen? Ik vind dit in ieder geval best wel een leuk design. Slowpoke was een beetje standaard en nu is Slowpoke, nou, steeds een beetje standaard, maar net iets toffer of zo. Op nummer 9, Galarian Ponyta. Toen ik Galarian Ponyta voor het eerst zag, was ik zo hyped. Ik vond dit zo'n leuke Pokémon. En ik hou dus best wel van schattige Pokémon, want Ponyta is ook al best wel schattig. En toen dacht ik echt van, wow, waar gaat dit straks heen met Rapidash? Rapidash wordt zo tof. En toen zag ik Rapidash en toen dacht ik, Rapidash is helemaal niet tof. Maar Galarian Ponyta vind ik nog steeds wel heel erg vet. Maar hij staat dus eigenlijk zo laag, omdat ik Rapidash gewoon niet zo vet vind. Nou ja, Ponyta hoort nog steeds bij de bovenste 10, dus daar is op zich niks mis mee. Maar hij had nog wel iets hoger kunnen staan, denk ik. Op nummer 8, Galarian Slowbro. We hebben pas net kennis gemaakt met Galarian Slowbro en je zou kunnen zeggen van Slowpoke is toffer, want Slowpoke heeft goud op zijn kop. Maar ik vind het persoonlijk heel erg vet dat in Galar blijkbaar de Slowpoke in hun klauw worden gebeten en dat hij dan gewoon zo'n kanon heeft als Slowbro zijnde. Dat is super dope! Dat is wat ik ook altijd heel erg vet vond aan Blastoise, dat hij van die dikke kanonnen had op zijn rug en nu heeft Slowbro ook gewoon zo'n kanon waarmee hij je neer kan knallen. Dat is echt heel nice. Wel jammer inderdaad dat hij nu van die paarse highlights heeft. Als dat goud was geweest, hey, dan was Slowbro instantly een van mijn favoriete Pokémon ooit geworden, denk ik. Op nummer 7 staat Galarian Meowth. Ik denk dat veel mensen deze Pokémon wat lager zouden zetten. Dat jullie niet helemaal eens zijn dat Meowth op zo'n hoge plek staat. Maar hey, dit is een ultieme baard Pokémon. En ultieme baard Pokémon staan altijd hoog op mijn lijstje. Snap je? Dit is mijn persoonlijke lijstje, dus ik mag dit gewoon doen. Daarnaast heb ik ook altijd wel een zwak voor Steel-type Pokémon. Die vind ik vaak heel erg cool. Dus ook daarin heeft Meowth wel een pluspunt. En zijn evolutie, Berserker, die vind ik eigenlijk ook heel erg vet. Dus al die puntjes bij elkaar opgeteld maakt dat Galarian Meowth zo hoog in deze lijst staat. En dan zijn we bijna in de top 5, maar nog net niet, want op nummer 6 staat Galarian Zigzagoon. Galarian Zigzagoon, Galarian Linoon en Obstagoon zijn natuurlijk duidelijk geïnspireerd door de band Kiss. Ja, en weet je, als je gewoon een zwart-witte Pokémon hebt met van die rode ogen, dan is dat gewoon instantly een goede Pokémon. Die kleurencombinatie die werkt gewoon heel erg goed. Wit, zwart en rood. Daarnaast is ervoor gezorgd dat Zigzagoon best wel een beetje kwaadaardiger lijkt dan de zachtaardige Zigzagoon die we kenden. En als je daar dan weer bij optelt dat hij nu dus ook Dark-type is, ja, dan klopt gewoon dit hele plaatje. En dan nu de top 5. En op nummer 5 staat Zapdos. Zapdos is een fighting en een flying type Pokémon. Het zijn de legendary birds. Die zijn sowieso episch. En deze versies zijn ook heel erg tof. Maar Zapdos is dus wel voor mij de laagste van de 3 legendary birds. En waarom is dat? Omdat Zapdos uit Kanto eigenlijk mijn favoriete legendary bird was. En deze Zapdos is naar mijn gevoel eigenlijk gewoon een grondvogel geworden. Hoewel zijn kleuren heel vet zijn, hoewel dit er heel erg tof uitziet en zijn poten volgens mij echt super sterk zijn, heb ik hier ook een klein beetje het gevoel bij dat Zapdos misschien een Dodio versie 1 was, maar dan veel cooler. Dan op 4, Galarian Corsola. En ja, toen Corsola nog geen Galarian vorm had, toen is het nooit in mijn hersenpan opgekomen om ook maar even één keer een Corsola te gaan gebruiken. Ik bedoel, wie wilde nou een stukje koraal als Pokémon? Ik niet in ieder geval. Maar dit stukje koraal is nu een spookstukje koraal geworden. En dat vind ik dan weer super cool op een of andere manier. Ik heb sowieso al een redelijk zwak voor Ghost-type Pokémon. En deze Corsola die lijkt gewoon helemaal dood. Een beetje zoals mijn grote vriend Mimikyu. Die vind ik ook echt geweldig. Maar hij valt wel net buiten de top 3. Want op nummer 3 hebben we Galarian Linoon.
Ja, dit is net even de overtreffende trap van Zigzagoon. Hij ziet er nog net even iets meer evil uit. Hij is nog net even iets sneller. Hij is eigenlijk maar een klein beetje toffer dan Zigzagoon. Maar ja, wel net genoeg om toch even net iets hoger in de lijst te komen te staan. En man, Li Nun, je pakt gewoon de bronzen plak, jongen, in deze lijst. En dan, de nummer 2. Het is Galarian Articuno. Holy moly, een psychic en een flying type. En kijk hoe die erbij vliegt. Hij verstoort van donker masker met hele felle blauwe ogen. En Articuno had vroeger echt zo'n sierlijke staart. En die heeft hij eigenlijk nu nog steeds. Dus dat sierlijke van vroeger, dat heeft hij nu nog steeds. Alleen hij is best wel een beetje evil geworden ook ofzo. Ik ben echt super hyped om uit te gaan vinden wat er aan de hand is met deze vogels. En dan, de nummer 1. Ik kan er echt niet omheen. Het is Galarian Moltres. Wat een design. Vroeger vond ik Moltres veruit de minste eigenlijk van de drie vogels. Ik weet niet, ik vond het net een gebraden kippetje of zo. Zapdos en Articuno vond ik heel tof en Moltres vond ik altijd maar Moltres. Maar deze Moltres, man! Galarian Moltres is een van de tofste Pokémon ooit gemaakt, jongens. Wauw! Ik weet niet waarom, maar ik merk dus dat ik steeds meer de Dark-type Pokémon het allertofst begin te vinden in Pokémon. Ik hoop niet dat wat over mezelf zegt, jongens. In ieder geval, dit was de top 20 van de Galarian Form Pokémon die tot nu toe bekend zijn. Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je meer Pokémon en Nintendo video's wil zien. En wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!